Hier aan tafel mogen we niet klagen, maar 2 miljoen Nederlanders dus wel. CDA is van huis uit natuurlijk een partij die zich hier heel erg druk om maakt. Wat, heeft u iets van plan of wat denkt u als u dit zo hoort? Ik vind het heel belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede voorzieningen. En voor een deel zijn dat voorzieningen waar je natuurlijk als landelijke overheid wat aan kunt doen. En voor een deel gaat dat ook om keuzes die gemaakt worden door de lokale politiek. Ik ben zelf wethouder in Maastricht geweest en daar hebben we bijvoorbeeld buurtbibliotheken die in de wijken zaten, die dat heel goed kunnen gebruiken. Er was sprake van dat die wegbezuinigd zouden worden. En daar zijn wij toen als CDA voor gaan liggen. Omdat wij het net belangrijk vinden dat mensen toegang hebben op een laagdrempelige manier tot bijvoorbeeld zo'n bibliotheek. Want dat vergroot weer je kansen op scholing en onderwijs. En uiteindelijk is het net belangrijk dat dat ook in wijken die daar net wat meer behoefte aan hebben, dat die voorzieningen wel blijven. Dat zijn keuzes die je ook politiek kunt maken. En ja, nou ja, bij het CDA ben je dan natuurlijk wel aan het goede adres voor dit soort keuzes. We krijgen een inkijkje in de gedachten van het kabinet over rekeningrijden. Toch ook voor de mensen in de regio een belangrijk onderwerp. Waar dat op uit gaat draaien in 2030, dat is nog hoogst onzeker. Maar dat er iets gaat komen in de trant van rekeningrijden, dat is duidelijk. 8 varianten liet het kabinet onderzoeken. En nu is het nog kiezen welke het worst wordt. Ze zijn in ieder geval voornemens om te gaan belasten naar verbruik en niet naar bezit van zo'n auto. We weten, cijfers die gisteren naar buiten zijn gekomen, dat de veelrijder dat gaat merken. Zo'n 7 tot 8 cent per kilometer, dat zou op tafel liggen. Uit onderzoeken blijkt ook dat eigenlijk iedereen meer gaat betalen na de invoering van de kilometertax. Als ons rijgedrag hetzelfde zou blijven. Hoeveel elke groep meer gaat betalen, dat is nog wikken en wegen. Stel dat er bijvoorbeeld een korting komt voor de elektrische rijders, dan betekent dat nog meer kosten voor de mensen met een oude diesel. En dan ook nog hoe we dat gaan meten. Ook nog verschillende methodes die op tafel liggen. Dus we zijn er nog lang niet bij die kilometertax. Maar u gaat het merken, dat is wel duidelijk. Ja, maar iedereen gaat het ook merken, lijkt toch de insteek te zijn. Dan denk ik terug aan toen we net die energieprijzen net zo stegen. En dan waren er heel veel verhalen van mensen die gewoon het niet meer konden betalen om naar hun werk te gaan. Hoe voorkom je dat dat weer gebeurt? Er wordt nu nog natuurlijk volop gekeken naar wat de effecten zijn. Hè? En ik kom zelf uit de regio, om het zo maar te zeggen, uit Limburg. En daar heb je dat vaak dat de afstanden tot bepaalde voorzieningen of tot werk net iets groter zijn dan wanneer je heel erg op elkaar woont op een kluitje. Hè? In de Randstad, zoals het hier vaker is. Dus dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden, natuurlijk. En de komende tijd zullen we dat met de staatssecretaris van Financiën en minister Harbers zullen gaan bekijken wat een goed systeem is, wat ook eerlijk is voor de gebruiker. Maar het is heel belangrijk, misschien nog heel even ook een belangrijk punt in mijn portefeuille. Dat gaat over vervoersongelijkheid. Het is belangrijk dat mensen toegang hebben, net zo goed tot basisvoorzieningen, ook tot goede mobiliteit. Want dat vergroot je kansen op werk, op scholing, op zorg, op ook een sociaal leven. Dus dat is iets waar wij in onze aanpak, minister Harbers en ik, ook heel veel aandacht voor hebben. Bent u voor rekeningrijden, Peter Weininga? Ja, ik denk uiteindelijk dat het goed is dat de vervuiler betaalt. En hoe dat dan precies uitpakt van die 8 varianten, dat weet ik niet. Ik weet niet precies welke varianten dat zijn, maar in principe vind ik het een goed idee. Ja. Goed nieuws.